Een hamburgertent, een zonovergoten terrasje en live muziek. De campagnedag van het Vlaams Belang aan het Zuid heeft heel veel weg van een minifestival. Voor Barbara Pas en Johan Dekmijn, 1 en 2 op de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer, is dit een hoogdag. We hebben de mensen uitgenodigd om een keer op een andere manier met het Vlaams Belang kennis te maken. Er lopen hier veel politici rond van het Vlaams Belang, maar ook kaderleden en militanten. En op die manier kunnen we op een informele manier toch elkaar heel wat bijbrengen. Oh, ik ben nog volop in campagnemodus. En ik ben blij dat het weer eindelijk begint mee te zitten, want het is uiteraard veel aangenamer om met het zonnetje campagne te kunnen voeren. Ik voer graag campagne in Gent. Het brengt u dichter bij de Gentenaars. En ja, een Gentenaar die redeneert een beetje gelijk zijn stadskleuren, die is zwart-wit. En dan hoort het ook wel in de commentaar die je krijgt op markten en op campagne in het algemeen. Als er problemen zijn in Gent, wel, dan geven we als stadsbestuur die problemen maar een andere naam. Dus er zijn geen clubhuizen meer, geen gehandicaptenkaarten meer, maar vooral in Gent zijn er geen allochtonen meer. Die zijn allemaal weg. Alle problemen met allochtonen zijn opgelost. En vanaf nu spreekt men enkel nog over personen met een migratieachtergrond. Dus onthoud het allemaal. Allochtonen zijn allemaal weg. Hier in Gent geen allochtonen meer. Enkel nog personen met een migratieachtergrond. Dus Gent verricht baanbrekend weg. Heb je een probleem? Geef dat probleem een andere naam. Wegprobleem. Heel kort denk ik dat de inzet van de verkiezingen moet zijn dat de Vlaming zelf moet kunnen beslissen. Vandaag beslissen wij niet meer zelf over onze centen, ook niet meer zelf over onze grenzen, dus ook niet meer over onze toekomst. En dat, die vrijheid, dat is voor ons de inzet van de verkiezingen. Gent wordt al jarenlang geconfronteerd met een massale instroom van Roma. En ondanks de vele beloftes om paal en perk te stellen aan deze instroom, gebeurt er eigenlijk niks. Ik hoor bijvoorbeeld burgemeester Termont voor de verkiezingen telkens zeggen dat die Roma eruit moeten. Mochten wij dat zeggen, dan zou iedereen moord en brand roepen. Maar als de burgemeester dat zegt, dan is het wel correct. Wel, na de verkiezingen, dan zegt de burgemeester plots iets anders. En mogen die Roma bijvoorbeeld op een legale manier een voormalig klooster in de Muiden kraken. Wat we nu doen in Gent is eigenlijk armoede importeren. Maar nu moeten we een keer uitleggen hoe het komt dat in Oost-Europa, in Slowakije, in Bulgarije, in Roemenië, dat daar in de kranten gezegd wordt dat de Roma eigenlijk gezocht worden bij ons. Men zoekt mensen vanuit Oost-Europa, Roma, om hier bij ons knelpuntberoepen in te vullen. Dat was het signaal die Geert Bourgeois heeft uitgezonden. Dat is het signaal die de N-VA en de Vlaamse regering heeft uitgezonden. In kranten in Oost-Europa stonden daar artikels Roma gezocht voor het invullen van knelpuntberoepen. Onze ambitie is om een grote oppositiepartij te blijven. Om de zaken aan de politieke agenda te kunnen houden. Want zonder ons gaan er een aantal belangrijke thema's van de agenda verdwijnen. Men ziet dat nu al bijvoorbeeld. Maggie de Blok doet alsof dat ze alle migratieproblemen heeft opgelost. Dat is natuurlijk niet het geval. Die thema's mogen niet weggemoffeld worden. En het Vlaams Belang zal die op de agenda blijven houden tot er deftige oplossingen zijn. Wij zijn uw stok achter de deur om een oplossing te forceren, niet alleen maar wat de Roma betreft, maar ook op heel wat andere problemen. Dames en heren, Vlaams Belang staat er voor jullie. Op ons kan u alvast rekenen. Ik dank u.